Het goudverwerkingsbedrijf IAM Gold Rosebel Gold Mines heeft het boekjaar 2015 niet denderend afgesloten. Het jaar is met een verlies van $6,3 miljoen afgesloten. De gekelderde goudprijs is de hoofdoorzaak van het verlies en de totale omzet van het bedrijf is ten opzichte van 2012 onder meer gehalveerd naar $301 miljoen. Deze informatie verstrekte de manager Legal and Corporate Affairs van IAM Gold, Sharmila Jatnanan Singh, vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag van het goudbedrijf. Ook de steeds stijgende kosten hebben bijgedragen aan het verlies van het bedrijf, geeft zij niet al te vrolijk aan. Nu ziet dit er slecht uit voor IAM Gold, maar toch is hier ook positief nieuws uit te halen. Want als we niks hadden gedaan binnen IAM Gold en binnen Rosebel, dan zouden deze kosten niet $1000 per troy ons zijn, maar $1600 per troy ons zijn. Dus alle maatregelen die hebben wel degelijk invloed en de kostenreductiesprogramma's die laten dat hier ook zien. De uitdagingen, ik heb de belangrijkste uitdagingen genoemd, maar op dit moment, voor sinds 2015, is toch de number one risk voor het bedrijf de problematiek met de goudzoekers op Gros Rosebel. Daarover heb ik een aantal andere slides, dus ik praat er later in de presentatie er wat meer, ga ik er wat meer over zeggen. Maar ook zaken zoals het feit dat we geen nieuwe reserves hebben kunnen toevoegen, geen nieuwe discoveries hebben gedaan, ondanks het feit dat we doorgaan met exploratie. De samenwerking met de overheid in het kader van de joint venture, dat loopt. De gesprekken zijn gaande, maar op dit moment heel concreet hebben we dus geen nieuwe concessies kunnen toevoegen aan Gros Rosebel op grond van de overeenkomst die we met de staat hebben gesloten in 2013. Het bedrijf heeft weliswaar aanzienlijk bezuinigd in haar kosten om zo eventueel het verlies te compenseren. Dit deed zij door onder meer te snijden in operationele kosten en personeel te ontslaan, zegt Jatnanan Singh verder. Ondanks de tegenvallende resultaten heeft de overheid wel $37,4 miljoen van het bedrijf ontvangen, zegt zij. Met name royalty, $22,1 miljoen en loonbelasting en een aantal andere zaken. Wat belangrijk is, in 2015 hebben we met verlies afgesloten, maar toch vanwege de regeling met de overheid en de royaltybetalingen en de royalty met name op de productie, heeft dat toch best wel een grote impact. Dus of we verlies rijden of niet, de staat zal altijd wel een bijdrage van Rosebel krijgen. En dat ziet u dan links. Rechts hebben wij de bijdrage in de periode 2009 tot en met 2015. Met piekjaren 2012-11, waarbij we rond $167 miljoen hebben afgedragen aan de staat. En als we dan vergelijken, en natuurlijk vergelijk je dan de topjaren met 2015, dan zien we toch wel dat er sprake is van 78% minder afdrachten aan de staat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met lagere goudproductie en dalende goudprijs. Aldus Sharmila Jatnanan Singh, manager Legal and Corporate Affairs van IAM Gold. Het goudverwerkingsbedrijf IAM Gold Rosebel Gold Mines heeft voor het eerst in haar 12 jaren van mijnen financieel verlies geleden. Het boekjaar 2015 is met een verlies van $6,3 miljoen afgesloten.